Tja, dromen van een witte kerst kan altijd natuurlijk. Maar voorlopig is de organisatie van Kerst in Oudkamp al blij als het even niet regent. Heel veel stroomuitval hebben we gehad. We hebben echt heel veel stroomstoring gehad. En dat heeft natuurlijk wel met natte stekkers te maken. En met dingen die toch in het water vallen, lopen. Een stroomprobleem was eigenlijk het grootste vandaag. En de regen natuurlijk. En bij vlagen was het echt zo heftig dat je denkt van nou, er komt echt niemand. En dan ondanks de regen komen de mensen toch. Dat vind ik echt geweldig. Want de meeste bezoekers zijn niet van suikergoed. Ja, die kampenaren die staan nergens voor. Hè? Die komen wel hoor. Tuurlijk. Als er wat te doen is, zijn we erbij. Heerlijke gloewijn. Lekkere gloewijn. Tot in de tenen wordt u warm. Dit is de echte gloeiwijn, hè? Proost. Het had erger gekund en de mensen nemen paraplu mee en ze komen wel. Dus, ja. En af en toe een gloewijntje. Nou, vooral de gluwijn. We gaan gewoon door. Officiële bezoekersaantallen zijn er nog niet, maar de organisatie hoopt dat de teller na 2 dagen op zo'n 100.000 bezoekers staat.